Schrijven is heel leuk, omdat je namelijk gewoon kunt weergeven wat zich in je hoofd afspeelt. Zonder dat je rekening hoeft te houden met correct of incorrect of wat dan ook. Je kan doen wat je wil, je bent helemaal vrij, je kan je eigen wereld bouwen. Je kan je eigen mensen bouwen. Je kan hele bozaardige assholes kun je bouwen. Je kun je verschrikkelijke dingen laten zeggen die jezelf nog niet eens zou willen denken. Terwijl je het natuurlijk toch denkt. Dus dat maakt het wel heel leuk allemaal. Woordjes. Roos, vuur, water. Dat vond ik al sensationeel dat je dat zomaar op kon schrijven. Dat vind ik eigenlijk nog steeds. Dat je een woord kan opschrijven dat een ander dat leest, dat hij dan begrijpt wat jij bedoelt. Dat is fantastisch. Optimale communicatie. Ja, je gaat toch woorden aan elkaar verbinden en dan ontstaat er een klein mini-verhaaltje. Ach, het is natuurlijk ook wel onzin. Maar op een goed moment ga je toch merken dat als je goed schrijft, dat je dan kan communiceren met mensen. En dat, zeker als je een beetje, laten we zeggen, als je niet zo makkelijk in woorden communiceert, dus het schrijven is dan wel een heel prettig vervoermiddel om dat te doen. Tyrion Uitgevers, die bestaan inmiddels niet meer en die kwam bij mij en die, het was een hele slimme man, die dacht van nou, die Snorremans die verkoopt heel veel wijn, als ik hem nou vraag een boek te schrijven en al die mensen die wijn kopen, kopen ook dat boek, verkopen we veel boeken. En ik had nog nooit een boek geschreven en ik vond dat wel een uitdaging. Dus dat heb ik gedaan en die man had gelijk, heel veel mensen hebben het boek gekocht. Dus dat was leuk. En daar word je ook met je neus op de feiten gedrukt dat je opeens echt iets moet gaan vertellen wat je echt hebt meegemaakt. Dat moet je dan echt in woorden zien te vangen op een dusdanige manier dat andere mensen dat begrijpen. En dat is gelukt. Het schrijven zit natuurlijk niet in een stad, dat zit in je vingers of in je bloed of in je hart. Dus dat is ergens begonnen, niet specifiek in Amersfoort, nee. Maar de connectie met Amersfoort is wel dat ik hier ooit ben geboren. Dus dat is natuurlijk wel weer leuk. Geboren worden sowieso is leuk. En als het dan nog in Amersfoort is, is het helemaal mooi natuurlijk. Daarna ben ik verhuisd naar Soest, wat hier niet ver vandaan ligt, Boerenlullendorpje. En toen ben ik na heel veel omzwervingen toch weer teruggekomen in Amersfoort. En het malle is dat mijn ouders, die hebben hier 3 huizen verderop aan de gracht ooit gewoond. Dus dat is wel heel kras. Ik ben 20 jaar geleden begonnen als wijnboer om wijn te maken in Frankrijk, in Bordeaux, een klein dorpje bij Bordeaux. En ik was niet gehinderd door kennis. Dat is een beetje een platitude, maar dat is wel correct. Ik wist er de ballen van. En daardoor kon ik me heel goed iets maken wat er nog niet was. En als je in de commerciële business zit, wat wijn is, dan moet je nooit iets maken wat er al is. Dat heeft geen zin. Ik ben ooit verliefd geworden op Frankrijk, vroeger, toen ik klein was, als jochie. En dat kan, hè. Je kan verliefd worden op een land. Dat werd ik dus. En ik verkeerde daardoor in de veronderstelling dat het in Frankrijk altijd mooi weer is, dat alles gratis is en dat iedereen altijd lief voor je is. Heel veel Nederlanders verkeren nog steeds in die veronderstelling, die denken dat ook. Mensen hebben de neiging om te denken dat Fransen hetzelfde zijn als Nederlanders. Niets is minder waar. Het is een heel wonderlijk volk. En dat leidt tot potsierlijke situaties waar je heel erg leuk over kan schrijven. Soms regent het, net zoals nu. Dan tikt de regen op het dak. En soms is het heel zonnig. En dat verschil, dat voltrekt zich ook in de hoofden van de Fransen. En ik schrijf er altijd de beste stukken, schrijf ik daar. Ja, dus in die zin inspireren de wijnen mij wel, ja. Want als ik daar zit op het wijnchateau, daar zijn alles is doordrenkt van de wijn daar. Dus overal staan flessen wijn en druiven. En alles staat in het teken van de wijn. Dus ja, dat is wel. Het heeft een wijnconnotatie, ja. Maar ik hou van wijn, dus dat vind ik leuk. Ik woon daar op een kasteel, dat ligt op de top van een berg en dat is hartstikke mooi en heel oud en heel in de natuur. En Amersfoort is een mooi oud boerenstadje. Een heel klein lief babystadje en dat is, ja, kun je eigenlijk niet vergelijken. Ik hou van allebei heel veel. Ik vind Amersfoort een hele lieve stad. Een mooie stad, een oude stad. Het is een beetje verkloot natuurlijk, maar ja, welke stad is dat niet? Maar het houdt gelukkig zo'n beetje bij de ring, houdt dat op. Het grote verklooien.
En de binnenstad is echt prachtig. En die is mooi, die wordt wel goed beschermd, heb ik de indruk. Dus dan voel ik, ik word altijd een beetje gelukkig als ik hier naar binnen rij. En ik ben op een goed moment, na die eerste paar boeken, ben ik romans gaan schrijven en daarna thrillers, omdat het... Je wilt toch ook dingen beschrijven die je niet helemaal in je eigen leven voorkomen. En steeds meer dingen verzinnen en steeds die grenzen verder oprekken. En natuurlijk hele erge, incorrecte dingen kunnen schrijven die je eigenlijk niet mag denken. Dat is toch het leukste. Ik ben degene die het schrijft, dus er zit altijd wel... Ik hou van wijn, dus er zit altijd wel ergens wijn in. Mensen drinken wijn of ouwe hoeren over wijn. Of het heeft altijd wel iets met te maken. Omdat het, ja, als je mij lek prikt, dan spuit er wijn uit. Dus daar kan ik niks aan doen. Ja, de volgende uitdaging is... Ik heb nou in het laatste boek, Chateau Fatal, heb ik een aantal characters geïntroduceerd. En die heb ik uitgewerkt. En ik ben van die mensen gaan houden. Ik vind dat echt leuke mensen. Ik kan ze ook, ik zie ze ook zo vormen, zeg maar, deze fictieve figuren. En daar wil ik mee door. Dus ik ben nu in een nieuw boek ben ik bezig momenteel. En dan wil ik diezelfde figuren in dat boek laten figureren. Maar dan tegen een heel andere context aan. Dus kijken of dat dan, om dat goed te krijgen, dat is wel een lastige tour. Maar daar ben ik nu mee bezig. Dat vind ik wel leuk. Nou, dat is heel leuk. Dit is dus mijn huis. En daar is de brug naar de echte wereld. Dus daar zit ik te fantaseren. En hier ga ik naar de echte wereld. Dat is de verbinding met de mensenwereld. En hier, op dit bruggetje, daar gebeurt het. Dit boek is daar geschreven. De vrouwenslagerij. Ook leuk, dat is een bronnetje. Net als je een beekje hoort. Hè? Er zit een bron onder. Er wordt de hele dag loopt het water loopt door. Kun je drinken het water. Vroeger zaten hier allemaal... bierbrouwerijen. En nou woont er een wijnboer die boeken schrijft. Nooit bang zijn voor mannen, want vrouwen zijn slimmer. Dit devies wordt door vier vrouwen in een klein Frans dorpje op bijzondere wijze kracht bijgezet. Als de populaire slager van het dorp sterft, nemen zijn dochter en haar nietsnuttige man de zaak over. Dit is het begin van een heel mooi boek, dit boek.